U kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. De komende dagen gaan we veel te maken krijgen met bewolking en regen. Natte bladeren dus, dat was vandaag nog met zonneschijn hier en daar in een enkel buitje, maar dat gaat dus veranderen. We kijken naar de satellietfoto en we zien veel bewolking ten zuiden van Nederland. En die wolken komen langzaamaan onze kant op. In eerste instantie hebben we nog opklaringen en vanavond zal het op de meeste plaatsen ook zeker wel droog blijven. Langzaam zien we de bewolking al wel wat toenemen. Temperatuur in de avond 18 of 19 graden, vannacht dalend naar een graad. Of 13 minimaal. In het zuiden begint de kans op neerslag langzaam maar zeker al wat toe te nemen. En dan morgen een groot deel van de dag grijs weer en periode met regen. Flinke neerslaghoeveelheden, maar niet overal is het even nat. Misschien dat het laat in de middag in het zuidwesten even wat opklaart en dan kan het daar nog 21 graden worden. In de regen is het slechts een graad of 17. Matige noordelijke wind in het Waddengebied staat zeker in de namiddag en avond meer wind. Minimaal krachtig waait het daar dan met windkracht 6. En ook de woensdag ziet er nog steeds tamelijk bewolkt uit en periode met regen in de loop van de middag in het noorden juist tot opklaringen en dan vinden we daar dus ook de hoogste temperaturen. Langdurige neerslag zorgt woensdag voor maxima van lokaal maar 15 graden. Nou, dat gaat allemaal wel veranderen want vanaf donderdag wordt het niet droog maar er komt wel meer ruimte voor de zon. Dat betekent ook dat de temperaturen op gaan lopen. Vrijdag zitten we zelfs weer dik boven de 20 graden en is de wind zuidelijk geworden. En ook in het weekeinde tamelijk hoge temperaturen. Temperaturen en dat houden we dan vast maximaal tussen de 20 en 25 graden. En soms zelfs nog iets hoger. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl